GroenLinks, de milieulobby en Al Gore moeten geloven, dan zijn auto's nogal verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Nou, en dit soort SUV-monsters al helemaal. Wij hebben er 5 meegenomen. Het zijn gelukkig diesels, dus die zijn nog een beetje zuinig. En dan zou er nog een beetje sneeuw moeten liggen in het stukje Oostenrijk waar wij nu zijn. Dus ik heb nog niks gezien, maar ik ga even wat sneeuw zoeken. We hebben meegenomen de Volvo XC90, al een paar jaar op de markt. Dit is de D5 met 185 pk motor. Ja, de favoriet van de hockeyclub. Elke accountmanager die wat meer kinderen heeft en zijn Volvo V70 ontgroeid is, die wil dit. Mercedes ML320 CDI. Het is een redelijk basisuitvoering, dus hij heeft geen treeplanken en ook geen trekhaak. Dit is het grote SUV-succes van Volkswagen, de Touareg. Onlangs is die wat opgefrist. Hij kreeg een nieuw frontje. En de V6 diesel kreeg ook wat meer pk's. Hij heeft nu 240 pk. Dit is de BMW X5. Eigenlijk degene die dit hele SUV-segment veroorzaakt heeft. Omdat hij gewoon ja, voor zo'n grote auto fantastisch goed rijdt. Ze hebben vorig jaar een facelift gegeven. Ik weet nog steeds niet of hij er mooier op geworden is. Ze hebben wel een hele zware diesel erin gegooid nu, want het is de 3 liter SD. Dat betekent dat er nog een turbootje bij zit. Extra veel pk's, leuk op de autobaan. En last but zeker not least, het slagschip van Audi, de Q7. Ze hebben hier ook nog eens een keer onze dikste versie meegegeven, de 4.2 TDI. Dat betekent een 8-cilinder dieselmotor met 326 pk. Daar moet wel het laatste restje sneeuw mee kunnen worden weggeblazen. Nou, we beginnen dus meteen met de dikste, de Q7. Ze hebben hem ook in een beschaafdere versie, oftewel de 3 liter 6-cilinder. Dat is deze niet en dat is goed te merken. Geef je één keer gas, 760 Nm koppel en deze auto van dik 2,5 ton schiet gewoon naar de horizon. Het is echt indrukwekkend wat dit bakbeest kan. En ik moet zeggen, 0 tot 100, 6,4 seconden. Dat is echt krankzinnig snel voor zo'n rijdend flatgebouw. En een diesel, hè? Hallo. De nadelen, die zullen we ook maar meteen doen. Ja, zijn prijs. Deze Q7 kost je al meer dan 100.000 euro. Stop je hem helemaal full option, zoals dit glazen panoramadak, de 21 inch velg, alles. Dan zit je op 150.000 euro. Ben er veel geld hoor. We bevinden ons in de Mercedes ML320 CDI. En deze uitvoering is van alle ML's veruit het populairst. Ja, en ik begrijp wel waarom. Deze V6 diesel met 224 pk, heerlijke motor. Hij levert 510 Nm koppel en hij trekt die 2000 kilo zware ML gewoon ja, moeiteloos overal doorheen. Moet alleen niet te veel gaan sneeuwen op dit moment, want deze auto heeft geen off-road pakket. Dat betekent dat er geen lage gearing op zit. Dus mocht er nou echt in de sneeuw vast komen te staan, dan gaan we een probleempje krijgen. Maar zo aan het weer te zien valt dat wel mee. We zitten nu even een stukje in de BMW X5, een auto die natuurlijk geen geheimen meer voor mij heeft. Want vorig jaar hebben we hem nog uitgebreid gereden, de diesel. Ja, dit is eigenlijk alleen maar een handvol meer pk's en dat is natuurlijk lekker op de snelweg. Maar BMW heeft deze auto uiteraard weer vol opties gestopt. Hele fijne, zoals het head-up display. Hele goede stoelen, zitten veel beter dan bijvoorbeeld de Mercedes ML of die Volvo. Maar dat active steering, dat hele directe sturen, dat je echt 2 centimeter naar rechts stuurt en hij gaat ongeveer meteen de berm in. Ja, ik vind dat nog steeds niet lekker. Grappig toch eigenlijk weer dat we in de auto zitten met de minste uitstraling, althans een Volkswagen. Het imago is natuurlijk veel minder dan BMW of Mercedes, maar het interieur, ik vind het gewoon het mooiste. De afwerking is van een fantastisch niveau, de materialen die zijn gebruikt zijn goed. Ik vind het echt een klassie uitstraling hebben en ja, daar kan BMW of Mercedes wat mij betreft nog van leren. Niet dat ik het nou met de milieulobby eens ben, maar er is nog een andere Touareg diesel met 10 cilinders. En dat is eigenlijk een overbodige als je deze V6 hebt gereden. Heerlijk koppel, 240 pk. Het is absoluut voldoende voor deze auto en meer heb je niet nodig. Het is de dag na de après-ski. Als u denkt, wat praat die man raar? Mijn stem is een klein beetje weg.
bevind me in de Volvo XC90. Prachtige auto. Een auto die value for money biedt, zoals dat heet. Heel groot. Het was de eerste auto op de markt met 7 stoelen. Nu ik er weer in zit, merk ik gewoon, hij is groot, hij is ruim. Mooi leer van binnen, mooi afgewerkt. Het is wel een tikkeltje saai, maar ja, dat is Volvo, hè. Nog even over dat value for money. Deze auto kost gewoon de helft van een Audi Q7. En is hij 2 keer zo klein of 2 keer zo minder luxe? Nee, natuurlijk niet. Qua prijs-kwaliteit verhouding is dit the best you can buy. Goed, 5 dikke SUVs in de Oostenrijkse bergen. Ze hebben ons hier allen heel comfortabel heen gebracht. 1 keertje tanken, 1000 kilometer. Een echte top 5. Het heeft geen zin om een winnaar aan te wijzen. Daarvoor verschillen ze te veel qua karakter, qua prijs. Ja, wat mij betreft is dit natuurlijk wel de dikste, maar ook meteen de duurste. Het is niet helemaal eerlijk dus. Wel moet ik zeggen dat de X5 nog steeds de winnaar is op de snelweg. By far gewoon de lekkerste auto om hard mee te rijden. ML, een super allrounder. Kun je ook van de Volvo en de Touareg natuurlijk zeggen. Maar kleine verschillen zijn er wel. De Touareg wint nog steeds, wat mij betreft, op interieur. Erg mooi. Volvo is gewoon groot en praktisch. Ja, sneeuw hebben we niet echt gevonden hier in het dal. Daarvoor moesten we toch echt de gletsjer op. Inmiddels laat de zon zich ook niet meer zien. Dus het wordt tijd om naar huis te gaan. Ik ga nog even een kopje thee met honing drinken om mijn keel te smeren. En dan de autobaan op. Welke zal ik eens meenemen? Toch deze wel, hoor. Hoi!